Het gaat hier veel over de hoge kosten die met de Spelen gepaard gaan. Vindt u het ook niet wat veel, 40 miljard? Uh, het bedrag wat hier is geïnvesteerd is heel hoog. Daar moet je wel bij zeggen: dat is niet alleen voor de Spelen. Maar het is ook omdat Rusland gewoon een hele wintersportplaats wilde creëren. Met tientallen kilometers snelweg er naartoe, een treinbaan er naartoe. Dus daar zit heel veel geld in. En dat is van blijvende waarde. Men gaat hier een Formule 1-circuit uh, creëren. Dit moet een groot vakantiecentrum blijven. Maar toch, deze Spelen zijn heel duur. En het is van belang dat in de toekomst niet alleen van die landen als Rusland of China, die daar mega veel geld willen in pompen, spelen kunnen houden. Maar dat ook landen die veel bescheidener zijn qua budget, zelfs een land als Nederland, nog in staat is om op een goede manier mooie Spelen te organiseren. En daarom moeten de kosten omlaag. De Spelen zijn van iedereen en ook van elk land. Niet alleen de Spelen zelf kosten veel geld, maar ook het uitbrengen van een bid brengt al veel kosten met zich mee. Ja, het uitbrengen van een bid kan kosten met zich meebrengen. Levert ook veel op. Want soms kom je op inzichten die heel veel positiefs brengen voor, uh, voor het land. Ik blijf zeggen, de spelen uh, moeten goedkoper kunnen en eenvoudiger kunnen. Want het gaat uiteindelijk om de sport. U noemt al Nederland. 2028 is niet doorgegaan. Zou het daarna wel kunnen als deze maatregelen doorgevoerd worden? Dat is nu niet het moment. Op dit moment zit Nederland in een economisch moeilijke tijd. Maar sta er me toe, uh, het grote vuur is even op klein gezet. Het is een waakvlammetje nu, maar er brandt nog wel iets en bij mij gaat het er nog altijd niet in waarom wij niet in staat zouden zijn ooit in de toekomst hetzelfde te doen wat we deden toen mijn oma zeven jaar was in 1928. Toen konden we het wel. Gisteravond brandde die vlam weer aan het Olympisch Stadion in Amsterdam toen Irene gewonnen heeft, want elke keer als een Nederlander hier een gouden plak wint, dan gaat die vlam weer branden en ik vind het zo symbolisch, want dat was de allereerste Olympische vlam. Wij hebben hem in Amsterdam bedacht en daarvoor het eerst ontstoken.